Dan naar Nederlandse boeren, want zij overwegen steeds vaker drastische maatregelen. Ja, steeds meer boeren die overwegen namelijk te emigreren. Dat wordt gezegd door verschillende bureaus die boeren daarbij helpen. Ja, vooral melkveehouders die zeggen dat ze willen vertrekken. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is het stikstofprobleem natuurlijk. Veel boeren die denken in de knel te komen en daarom gaan ze liever naar het buitenland. Wijzer, dat is geen goed toekomstbeeld als onze boeren gaan vertrekken. Hoe zouden we ze hier kunnen houden? Nou, boeren hebben natuurlijk altijd gekeken of ze over de wereld kunnen reizen. En dat heeft trouwens ook heel veel voordeel ook gebracht. Want onze agrarische sector is een van de meest innovatieve, dierenvriendelijke sectoren in de wereld. Maar dit is wel een hele negatieve reden. Nou, in het kabinet wordt nu nagedacht over wat we verder moeten doen om het stikstofprobleem op te lossen. Ja, dus er komen hopelijk maatregelen zodat ze toch hier blijven. Dat wordt natuurlijk op dit moment nagekeken. Wat er nodig is, waarbij natuurlijk het belang van de agrarische sector absoluut meegewogen wordt.